Waarom draaien we de gaskraan niet gewoon dicht? Dit is de Universiteit van Nederland. Op 4 februari 2017 stortte een deel van een boerderij in. Dit gebeurde in het dorpje Kolham, dat is in de provincie Groningen. En nou was het niet voor het eerst in het afgelopen jaar dat de schade aan woningen in verband werd gebracht met gaswinning in Groningen. Daardoor worden dus ook maatregelen genomen om de gaswinning uit eigen land terug te brengen. Dat is op zich positief, maar het alternatief als we gas blijven gebruiken zoals we het nu gebruiken, is niet veel rooskleuriger. Want als we niet meer gas zelf produceren, dan moeten we het gaan importeren. En het importeren van gas, dat komt uit Rusland of het Midden-Oosten. Het zijn nou net gebieden waarvan wij met z'n allen afgesproken hebben dat we er niet meer van afhankelijk willen zijn. Dat is één kant van het verhaal. Andere kant van de medaille van gasgebruik is het klimaateffect van gas. Gas is een fossiele bron, net als olie of kolen. En bij het verbranden van fossiele brandstoffen komt CO2 vrij. Nederland heeft samen met 194 andere landen in Parijs in december 2015 een verdrag getekend waarin ze afgesproken hebben, in ieder geval voor Nederland betekent dat wij met 95% onze CO2-uitstoot moeten terugbrengen. En dit voor 2050. Nou, wil ik jullie heel even meenemen naar een andere gebied in Nederland, niet Groningen. En jullie laten zien de uitzicht vanuit de slaapkamer van mijn jongste dochter. Tegenover ons huis zijn 90 woningen in het afgelopen jaar gebouwd. Stuk voor stuk prachtige huizen. Jullie zien huizen met misschien een grote tuin, een eigen parkeerplek. Nou, in de Randstad is dat niet onprettig. Maar ik zie iets anders wat je niet op de foto kan zien. Deze woningen zijn stuk voor stuk aan het gasnet aangesloten. Dus waar ooit geen gasnet lag, is een gasnet gekomen. En heeft men een jaar geleden woningen aangesloten op het gasnet. Dus deze mensen gaan binnenkort hun huizen verwarmen met een cv-ketel. Even verderop, in dezelfde stad, in een andere wijk, worden op dit moment gasleidingen uit de grond getrokken. Nou, snap ik niet hoe het kan dat er nieuwbouw wordt ontwikkeld, wat afhankelijk gaat worden van gas, terwijl we afgesproken hebben dat we de gaskraan dicht willen draaien. Ik werk bij de TU Eindhoven, de Universiteit Eindhoven, en samen met de wetenschappers ben ik aan het nadenken hoe wij alle innovaties, alle technologie, wat we uitgevonden hebben, kunnen brengen bij de mensen thuis. Ik ben zelf namelijk geen technicus. Ik heb een achtergrond als econoom. En wat we zien is dat in dat overgang van fossiel naar groen, de uitdagingen niet alleen van technologische aard zijn, maar dat ze te maken hebben met uitdagingen op het gebied van de economie en de sociale wetenschap. Van we moeten versneld afscheid nemen van een systeem wat eigenlijk prima werkt. Nou ben ik benieuwd, even een kleine poll. Hoeveel van jullie vanavond hebben thuis een cv-ketel? Ja, dat dacht ik al. Ik ook. En dat is eigenlijk helemaal niet zo gek en dat er zoveel handen in de lucht zijn. Want 87% van de Nederlandse huishoudens verwarmt hun huis met een cv-ketel. En dat is een verdienste uit de jaren 60. In de jaren 60 hebben we een enorme energietransitie ook meegemaakt. Nou, ik niet, maar sommigen van jullie misschien wel. En de overheid die had een heel bijzondere rol, een marketingrol. Aardgas is schoon. Zo zijn goede manieren. Het spaart de atmosfeer. Zo zijn goede manieren. Gebruik aardgas. Waar het maar kan. Zo zijn goede manieren, manieren. Het liedje doet het.
Aardgas in jullie huizen is verdeeld ongeveer een beetje zo. 75% gaat naar het verwarmen van het huis. Ongeveer 20% voor het warm water, voor douchen en afwassen. En 5% van het gas gaat naar het koken. Dus eigenlijk een heel klein fractie van wat jullie aan aardgas gebruiken. Dus het grootste probleem of het grootste hoeveelheid aardgas gaat naar verwarmen. En als je dat nou weer vertaalt in hoeveel CO2 betekent dat dan, dan kom je uit op 10% van het CO2-probleem van Nederland. Dus van de 95% CO2-reductie die we moeten gaan pakken, 10% daarvan zit gevangen, zou ik zeggen, in het verwarmen van huizen in Nederland. Nou, gaan we door in de cijfers. Vanuit de wetenschap weten wij dat Nederland vernieuwt met 1% per jaar. Dat betekent dat je de hele woningvoorraad pakt van Nederland, 1% per jaar wordt vervangen of grootschalig gerenoveerd. En dan maken we weer een snelle rekensommetje en dan denk ik, we hebben nog ongeveer 35 jaar om de doelstelling in Parijs te halen. Nou, als je 1% per jaar gaat vernieuwen en je hebt al project tegenover mijn huis gemist, dan gaat het niet snel genoeg. Zijn er dan alternatieven om je huis te verwarmen? Ja, die zijn er. Je zou bijvoorbeeld je huis kunnen verwarmen met stadsverwarming. Dat gebeurt ook al in een aantal steden, in Utrecht, in Amsterdam en in Rotterdam ligt er een stadsverwarmingsnet in een klein deel van de stad. Niet het hele stad heeft stadsverwarming. En stadsverwarming, dat is eigenlijk dat je warmte transporteert van een fabriek, waar restwarmte gewoon vrijkomt, en dat je het brengt naar een deel van de stad of een wijk. In Denemarken is het grootschalige uitgolf van stadsverwarming ook de gekozen route om de CO2-uitstoot terug te dringen. Dus dat is echt hun grote energietransitie. Je kan ook huizen verwarmen met elektriciteit. Elektriciteit gaan we heel veel van produceren, duurzame elektriciteit. Nou, daar is een transitie gaande en de overheid heeft recentelijk gezegd dat ze 70% van onze elektriciteitsvraag willen gaan opwekken met zon- en met windenergie. Dus al dat groene elektriciteit zou je ook naar de huizen kunnen brengen. Of ermee de huizen verwarmen direct met een boiler. Dus eigenlijk vervang je de cv-ketel met een elektrische boiler. Maar een andere optie zou kunnen zijn dat je de elektriciteit gebruikt om een warmtepomp aan te zetten. Nou, heb ik mij laten uitleggen dat een warmtepomp niet veel anders is dan een omgekeerde koelkast. En hiermee de warmte uit de bodem te benutten. Nou, dat zijn kansrijke technologie. En het is ook gewoon heel handig van zoveel mogelijk van onze verwarming elektrificeren, zoals we dat noemen. Ja, dat zorgt ervoor dat we straks heel nuttige toepassingen gaan vinden voor de grootschalige uitrol van duurzame energie die er komt. Dus ja, technologisch kan je van het gas af. Al die alternatieven leiden tot minder CO2-uitstoot, dus dat is ook prachtig. Dus dan waarom gebeurt het niet gewoon? Waarom wordt niet straat voor straat de gaskraan uitgedraaid en gaan we niet over op de andere vormen van verwarming? Ik heb daar 4 redenen voor. Reden 1, en misschien wel diegene waar we het meest last van zouden kunnen hebben, is het verschrikkelijke grote overlast die het zal brengen. Ik was op werkbezoek in Denemarken en ik heb een foto gemaakt tijdens mijn werkbezoek. En dit is hoe een straat in het centrum van Kopenhagen er een jaar lang uit heeft gezien. Niks, geen parkeren voor je deur. Briefjes die aan de deur hingen waarop stond dat je een jaar lang last kon krijgen van geen warm water even. Elektriciteit kon uitvallen. Nou, van alles aan problemen. En dan vraag ik me af hoe populair onze beleidmakers zich zouden maken als ze hiervoor zouden kiezen. Maar ja, weet nog hoe wij het met gas hebben gedaan. Dat was niet veel anders. Dat was ook een grote transitie. Een andere aspect en een andere reden waarom we niet zomaar de gaskraan dichtdraaien, dat is eigenlijk dat de gasleidingen, de gasinfrastructuur die wij in Nederland hebben, een investering is geweest. Als een netbeheerder een gasnet in de grond aanlegt, dan verwacht de netbeheerder die daar 40 of 50 jaar zijn investering terug gaat verdienen. Dus dat de leiding 40 jaar lang nuttig gaat zijn. Als wij nou in wijken gaan lopen waar het gasnet er maar 5 of 10 jaar ligt, en we trekken het eruit.
dan is deze investering niet terugverdiend. En alle netwerkbedrijven in Nederland zijn in handen van lokale of staatsoverheid. Dus wie moet nou de pijn pakken? En andere problemen, dat is ook weer een probleem die samenhangt met die investeringen. En dat zijn de sociale gevolgen. Want stel dat Jan beslist dat hij niet meer op het aardgasnet wil, maar dat hij zijn huis op een andere manier wil verwarmen. En Kees wil dat ook. En Anja ook. Dan ga je steeds gebruikers in het gassysteem weghalen. Maar wie moet dan betalen voor de kosten van hun gasaansluiting? Van de investeringen die gedaan waren door de netwerkbedrijven, rekende toch dat al de gebruikers samen zouden betalen. Dus hoe moet nou qua sociale verdeling van de kosten, hoe moeten we daarmee omgaan? En een laatste punt, en dat is vierde reden waarom het niet gebeurt, is dat er eigenlijk niet echt regie wordt gevoerd over het energiesysteem in de wijk. Het energiesysteem in de wijk is van niemand en voor iedereen tegelijkertijd. De gemeente is erbij betrokken. De woningbouwcoöperatie is erbij betrokken, soms. Eigenaren van de woningen zelf. Een netwerkbedrijf, een warmtebedrijf, een energiebedrijf. In al deze partijen hebben ze kenmerk dat ze nooit allemaal bij elkaar komen om te beslissen wat voor infrastructuur er in een wijk zou moeten liggen. Nu ga ik terug naar mijn voorbeeld. Ik heb een plattegrond gezocht van het gebied waar de woningen tegenover mijn huis zijn gekomen. Rode cirkel is waar het project nu is ontwikkeld. En de blauwe lijnen, wat denken jullie dat dat zijn? Dat zijn de warmteleidingen. Dus even terug, gingen deze huizen op het warmtenet? Nee, ze kregen gas. Alle blauwe lijnen op deze plattegrond zijn blauwe lijnen die vertegenwoordigen een gasleiding. Zeg, loopt voor de voordeur van deze mensen een gasleiding waar ze geen gebruik van gaan maken. Hoe kunnen we dit voorkomen? Wat is de oplossing en waar staan wij als wetenschappers erin? We hebben eigenlijk heel veel informatie, alleen de informatie ligt overal nergens. Het is heel versnipperd. We weten waar de huizen staan, we weten wat voor type huizen er zijn. We weten de bouwjaar. Als je de bouwjaar weet, weet je heel vaak, zijn dat huizen die een spouwmuur hebben? Kan het zijn dat ze al geïsoleerd zijn? Je weet ook waar de infrastructuur ligt. Een netwerkbedrijf weet prima waar de infrastructuur ligt, want als je belt met je netwerkbedrijf voor een gaslekkage, dan weten ze ook wel gelijk waar ze moeten gaan graven om te vinden waar de gaslekkage is. Dus die informatie hebben we ook. En we weten ook hoe oud de infrastructuur is. We weten of die toe is aan vervanging, tegen de 40 jaar aanloopt, of dat de gasinfrastructuur daar net een maand geleden ingezet is, zoals mijn overburen. We weten veel over de type bewoners die er komen. Als je op Funda een huis bekijkt, kan je gelijk zien, wonen hier mensen met kinderen, zonder kinderen, gepensioneerde mensen, studenten. Weet je allemaal. Je weet ook wel dat studenten de verwarming aanzetten en een raam openzetten. Je hebt een beeld van hun stookgedrag. En we weten ook de stand van de techniek. We weten hoeveel te verwachten van zonne-energie, ongeveer. Hè? We weten ongeveer welke kant de efficiëntie gaat. We weten of een cv-ketel een uitontwikkeld product is, of dat we daar nog veel van kunnen verwachten qua efficiëntie. We weten hoe de warmtepomp zich ontwikkelt. Dus ook dat weten we. Het is een kwestie van het combineren van die informatie. Dus terug naar de vragen. Waarom draaien we niet gewoon de kraan dicht? Ik sprak laatst in Zweden een hoogleraar en die zei tegen mij, wij zijn goed als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe dingen. Maar zodra het gaat om het vervangen van oude dingen, dan kunnen we het niet. Wat mij betreft, voor een groene Nederland, moeten wij versneld afscheid nemen van de gasinfrastructuur. Dit moet met beleid gebeuren en de wetenschappers en de netwerkbedrijven en iedereen die informatie heeft, moet samenkomen en samenwerken. De oplossing ligt in het combineren van kennis en data.